staan hier bij de ingang van de voormalige discotheek 538. Wij gingen hier elke zaterdagavond naartoe. Ook als ik niet draaide, dan ging ik hier nog heen. Dan was ik hier gewoon als bezoeker of ik deed ook wel wat andere werk, deed ik er ook wel eens bij. Oh, en zondagmiddag ging je weer? De discotheek was toen op zondag niet meer open, maar ja, het café uiteraard wel. En dan was het gewoon gezellig met z'n allen de zaterdagavond een beetje evalueren onder het genot van een hapje en een drankje. We zaten altijd rond die stamtafel en dan bestelde je gewoon aan de bar en dan kwam Willem achter de bar weg. Zet het voor je neer en dan zie je eens, nou, dan had je eten en iedereen, dat is volgens mij een begrip hier in de omgeving. Dikke Willem is zie je eens en altijd lekker. Ja, José heeft hier gedraaid destijds en G-Sport had toen een aantal hits in de top 40. Boney M, Henk Wijgaard, Corrie Koning. Had ik bij Abel nog wel, gillende meisjes plat tegen het podium gedrukt, zeg maar. Maar je begon al te begroeten de mensen bij de muntjesverkoop, die ken je al. Hey, ben je er weer gezellig? En zo begon dat al. Nou, dan ga je binnen, dan kijk je een beetje rond. Wie zit waar? Ken ik die? Ken ik die? Je zoekt je clubje op. Ga je bij je zitten. De biertjes worden besteld. Wordt gezellig gedronken. Dan zeg ik, op een gegeven moment gaan de dames, in mijn beleving toen, de dames gaan de dansvloer op. Lekker dansen. Maar ik mocht wel graag dansen, dat wel. Maar het was niet zo dat ik de hele avond op de dansvloer stond. Nee, dat niet. De mannen bleven een beetje zitten drinken. Kan zijn dat het wat later werd, dat de mannen ook meegingen. Misschien 2-3 keer meegemaakt dat het echt, dat je dacht van oké, hoppakee, muziek uit en nu is het gebeurd. We hebben onze bruiloft hier gevierd. En dat was in 1998. We hebben gewoon alles erop en eraan. Echt zoals de woord, 's middags een soort binnenkomst met koffie. En we hadden veel Duitse vrienden, dus direct bier. Dat kon natuurlijk in 538 direct dan. Lekker eten. Ze hebben uitgebreid voor ons diner gemaakt voor 80 personen. Kinderen mochten voor naar Dikke Willem. Gezellig de patatjes, de frikandelletjes en de appelmoes en weet ik veel wat. En s'avonds groot feest met een band. En om 12 uur kwam DJ Ashok. Iedereen zal hem kennen die in 538 kwam. En die heeft voor ons de disco gedraaid tot 1:05 's morgens. Geweldig. Dat is voor mij de beste herinnering aan 538 natuurlijk.